Startek staan voor fietsclub Lichtenvoorde, Stef Hollander. Voor FCC Ammerzooien, Romano Brok. Voor FCV Geldermalsen, Tom Gouwlozen. Voor de Weidrijders uit Tiel, Pascal van Nuizenborg. Voor NCC Nijkerk, laat je horen Nijkerk voor Mathieu Rademaker. Goed zo Nijkerk, de Logsprinters dan met Rinke Dempert. Voor de Heideclub, Jelte Albada. En last but not least, Rabbit Wheels, laat je horen voor Jaron Hartman. Succes. Cruisers, 30 years and younger. Ja, we zijn al weg, maar een goede start voor Gouwlozen. De man uit Geldermals is heel goed vertrokken. Geldt trouwens ook voor de Heideclub, Jelte Abeda. Hij zit op die tweede plaats. Met Twijling, ik zeg maar, die voorbij gestoken door de Rapid Wheels of niet? Nee, nog niet. Albeda is op die tweede plaats. Maar hij is aan het loeren, hoor. De man van de Rapid Wheels, Jaron Hartman. Hij zit op die derde plaats. Men wil graag nog een plekje opschuiven. Ondertussen is het aan de leiding voor Geldermals. Tom Gouwlozen, plaat nummer 398. En de Heideclub nog steeds op die tweede plaats. Met nog één kans te gaan, denk ik dan. Voor de man op zijn thuisbaan. Voor de Rapid Wheels, waar hij wordt zelf voorbij gestoken. Ja, het is een logsprint die er onderdoor duikt. De Rinke Timpert schuift door naar plaats nummer 3. En de winst is voor Tom Gouwlozen. Maar wat een mooie race zo van die logsprinter daarachter zeg. Prachtig.